Dit is Sander Lusink, brand director van de luxe modeketen Auger. Welkom in het winkel Walhalla van Nederland, de PC Hoofdstraat. Wij als Auger zijn hier topondernemer geworden. En wij zijn nu zover dat wij ondernemers die een plan hebben, willen gaan adviseren hoe zij ook een topondernemer kunnen worden. Mijn naam is Steven Brouwer. Ik kom uit Hengelo, mooie Twente. Ik zag een post van Ziggo voorbij komen waar de pitch werd gevraagd. Of in ieder geval de mogelijkheid om je businessplan in te sturen. Et voilà. Ja, ik heb me al een beetje ingelezen en ik moet zeggen, het is een concept dat mij heel erg aanspreekt. Het lifestyle concept aan zich, dat is wel iets van deze tijd waar ik in geloof. Caballero is een concept lifestyle store voor mannen. Een combinatie van casual mannenmode, dus midden- en hoger segment, en lifestyle producten. Nou, lifestyle kan van alles zijn, een zonnebril, verzorgingsproduct, sneaker, magazine. En daaromheen een stukje ondersteunende horeca, dus met broodjes, kopje koffie. De bedoeling is in Hengelo. Ik heb daar een mooi pand op het oog met 175 vierkante meter vloeroppervlak beneden en nog twee verdiepingen erboven. En de laatste anderhalf jaar was een zoektocht naar het grote deel startkapitaal. Ja. Nou goed, ik heb met banken aan tafel gezeten, ik heb met private investors aan tafel gezeten, een crowdfund campagne gedaan. En dan merk je wel dat het eerste wat men roept is toch het grote risico. Wat je ook zou kunnen doen is dat je zegt van nou jongens, we hebben allemaal deze ruimte, maar je gaat het opbreken in zeg maar kleine bv'tjes. Ja. Dus de tattoo artist die huurt 20 vierkante meter voor x. De broodjeszaak besteed je uit aan mevrouw Y. En met z'n allen ben je dan betrokken en even verantwoordelijk. Heb jij ook niet de grootste risico om te dragen? Ik probeer die mensen te enthousiasmeren en te vinden dat zij ook deelgenoot van het concept willen worden permanent. En misschien kan je de verdiepingen mooi verdelen, dat je allemaal je eigen ruimte, dat je niet elkaar in de haren vliegt. Dat in het, gillig meer van. Precies, waar je elkaar de ruimte kan geven. Dan klopt het, want dan nemen zij weer met hun netwerk ook hun mensen mee. En dan krijg je dus een groep van fans om het concept heen. Ja. Dan heb je veel meer traffic. Het gaat denk ik wel lukken als je het met z'n allen doet. Ik denk dat hij wel heel erg goed conceptueel is. Dat hij echt dat concept goed kan neerzetten, maar dat hij financieel iets minder sterk is. En dat hij daardoor nu even een bottleneck heeft geraakt. Ik kwam met het verhaal om het, zeg maar, de zaak die ik in mijn concept wil hebben, om dat op te splitsen met andere ondernemers, zeg maar, om die als zelfstandige units. En dat is wel iets waar ik serieus naar ga kijken. Ik denk met de oplossing die ik hem heb voorgesteld, dat hij nog beter uit de verf kan komen, dat het een groot succes kan worden en misschien wel een hit in Hengelo.